Ik ben Marit Teusink. Ik ben werkzaam als manager bij het COA voor de doelgroep alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Dat is de doelgroep die wij hier ook in het pand in Haaksbergen gaan opvangen. Dat houdt in dat jongeren onder de 18 jaar naar Nederland komen. Jongeren uit oorlogsgebieden die hier asiel aankomen vragen. En die komen hier zonder hun ouders naartoe. Dus dat zijn jongeren die opgevangen worden in Ter Apel. Daar vraag je asiel aan. En daarna zitten zij in de wacht eigenlijk totdat de procedure start. Om uiteindelijk tot een besluit te komen door de IND. Of een jongere dan mag blijven, ja of nee. En er komen heel veel jongeren uit Syrië, maar ook heel veel jongeren uit Eritrea. En die moeten natuurlijk opgevangen worden in de periode dat ze wachten tot er een beslissing volgt. Of zij in Nederland kunnen blijven, ja of nee. En helemaal omdat ze natuurlijk onder de 18 zijn en minderjarig. Want we staan hier in een voormalig hotel? Ja, klopt. En dat is, COA zoekt eigenlijk op heel veel plekken in gemeentes opvangmogelijkheid voor jongeren. En die zijn heel wisselend. In dit geval is het een hotel, dus dat heeft het COA dan. En dat wordt dan gehuurd van een eigenaar in samenspraak met de gemeente. Als een gemeente akkoord is op de opvang van deze jongeren. Ja, dan wordt dat alles in het werk gesteld om een pand klaar te maken voor hoe kunnen jongeren hier ook wonen en verblijven. En in dit geval is dat een hotel wat maakt dat we boven kamers hebben, slaapkamers, waar jongeren twee of met twee of drie tegelijk kunnen slapen. Daar zit een douche en wc bij. En hebben wij hier recreatiezaal, eetzaal. Dus we gaan hier eigenlijk met de jongeren gewoon wonen om een zo goed mogelijke situatie te creëren waarin zij hier in afwachting van het feit of ze hier kunnen blijven, ja of nee, opvang krijgen. In principe is het voor 2 jaar begrip. Ja, want dit pand wordt nu voor 2 jaar gehuurd. Nu was het hier vanmorgen een open huis. Ja. Alle omwonenden van dit hotel zijn welkom geweest vanmorgen. Ja, zijn uitgenodigd. En hoe was dat vanmorgen? Nou, het was geloof ik een goede opkomst. Want ik heb begrepen dat er 30 aanwonenden, ja, ze hebben het over aanwonenden, omwonenden. De gemeente heeft deze mensen uitgenodigd om hier ook te komen kijken. Dus er waren natuurlijk ook wethouder, burgemeester en omwonenden. En die hebben kunnen zien hoe zeg maar hun nieuwe buren hier komen te wonen. Het is nog lang niet klaar, dus in die zin begint de tijd te dringen. Maar hebben ze in ieder geval goed beeld kunnen krijgen hoe wij hier de jongeren op willen gaan vangen. Want vanaf wanneer zijn deze jongeren hier welkom? Dat een en ander heeft altijd met een bestuursakkoord te maken. Hè? Wanneer een gemeente met het COA komt tot dit zijn de afspraken, zo gaan we doen. En daar een handtekening onder staat, dan is er een officiële go om ook echt te starten. Maar in dat voortraject en in de afwachting daarvan hebben wij natuurlijk in de aanloop daar naartoe alles geprobeerd zo snel mogelijk ook klaar te hebben. En is dat altijd een beetje een kort dag verhaal. Er is getekend en nu komen dinsdag al de jongeren. Er is permanente begeleiding. Wij hebben 24 uur begeleiding van deze jongeren. Dus wij werken met woonbegeleiders, AMV-begeleiders. Die zijn 24/7 aanwezig, dus we hebben diensten. Daar zit overlap in dat mensen elkaar informatie geven over wat is er deze ochtend gebeurd. Dan heb je een middagploeg en een nachtploeg. En 's nachts is er waakdienst, dus dat is geen slaapdienst. Dus altijd zijn er mensen aanwezig. En er is ook altijd bewaking. Wij werken altijd met dat er iemand van de beveiliging ook vooraan. Wij hebben in het akkoord met de gemeente afgesproken dat wij 34 jongeren op gaan vangen hier. En dat is per gemeente anders. Het ligt aan de locatie, ligt aan hoeveel een gemeente haalbaar vindt. In dit geval zijn het 34. En wij starten in eerste instantie aankomende dinsdag met een groep van ongeveer 20 jongeren. Dus het gaat in 20 jongeren, ja. Dus we starten even in etappes en dan wordt het vanaf een maand daarna aangevuld met tot aan 34. Ja, zeker. En het is ook leuk om dat samen met de jongeren te doen. En nu is het echt een beetje, de basics zijn allemaal ingericht. Hè? De koelkasten staan er om gewoon het eten op te kunnen, of te kunnen bewaren. Jongeren hebben boven bedden, daar is bedden goed voor gekomen. De pannen, potten, alles is er wel. En hier in deze ruimte komt er nog echt een voetbalspel, een tafeltennistafel, airhockey. We hebben allemaal spelletjes aangeschaft. Die tafels moeten nog komen. TV. Dit wordt echt een beetje een grote woonkamer. En boven op de eerste verdieping gaan we ook nog een kleinere woonkamer maken. Ook een beetje een chillroom. Dat ze daar gewoon in een wat kleinere
ruimte gewoon met elkaar ook kunnen zijn.